Trainingsvisie, bed, gelaten. Dat was de sfeer van uh, zaterdag. Bij mijzelf, bij vele supporters ook, bij jou ook. In de zin van uh, gelaten? Ja, nou, dat het, het erop lijkt dat het, uh, dat het klaar is. Dat het als een nachtkaars uitgaat, dat het gewoon afgelopen is. Nee. Dat, dat de woorden van Johan Hamstra bewaarheid worden. Ik weet niet wat Johan gezegd heeft, maar 9 nee, gelaten is ze zeker niet. En daarmee doe je het elftal uh, en de mensen rondom het elftal ook ernstig tekort. Want uh, we hebben het zeker niet laten lopen afgelopen zaterdag. Uh, alleen, het is natuurlijk wel zo dat de teleurstelling er is dat we verloren hebben. Maar onze jongens hebben echt wel uh, tot aan de 90e minuut uh, uh, laten zien dat ze graag die winstpartijen uh, wou boeken. Maar ja, goed, uiteindelijk is dat niet gelukt, dus ik snap de teleurstelling, maar uh, gelaten is zwaar overdreven. Ja, nee, gelaat, met gelaten bedoel ik natuurlijk het gevoel na afloop. Niet, niet tijdens de wedstrijd, maar na afloop. Niet, niet dat jullie je heel gelaten naar de slagbank liet, lieten leiden. Absoluut niet. Nee, maar ja, weet je, wat verwacht je dan na een Dat de Polonaise hier over het park lopen? Nee, die jongen, we zijn er allemaal ziek van. En uh, het publiek is er ziek van geweest. Uh, iedereen droomt van een kampioenschap. Nou, dat, als je dat be gevoel bedoelt, dan weet iedereen dat dat over is. Maar er blijft nog zoveel te winnen. En uh, ja, we zijn heel strijdvaardig op dat gebied. Ja, uh, je zegt al, uh, er blijft nog heel veel te winnen. Hoe draaien we het om, Bert? Ja, weet je, het is eigenlijk heel simpel. Dat is keihard blijven knokken en, en uiteindelijk gewoon weer de winstpartij neerzetten. Maar we moeten ook niet te dramatisch doen. Volgens mij hebben we nog van Sedoco gewonnen. En, uh, en, en nu verlies je dan van Harker. Nou, wat kan. Want het is gewoon een goede ploeg is die, uh, ja, die uiteindelijk met, met, met een counter het verschil maakt in zo'n wedstrijd. Waarbij wij zelf de beste kansen hadden. Maar dan moet je ze wel maken. Nou, dan, dan komt er een stukje vertrouwen in. Maar. Nou, ja, weet je, er hoeft geen paniek te zijn. Het is wel even zo dat we, dat we zoekende zijn naar uh, de lekkere flow waar we heel lang, hè, zeg maar tot en met maart in hebben gezeten. Dat is best lang. Uh, maar daar zijn we nou weer naar op zoek. Maar we weten waarom het uh, nog niet helemaal lukt. Maar toch kun je, kun je er niet omheen dat vanaf uh, VVOG uh, het, het niveau niet uh, uh, des DVS is. Nou, dat zeg ik. We hebben wat moeite om uh, vooral aan de bal uh, de juiste keuze te maken. En uh, daar heb ik nadrukkelijk over gesproken. Alleen uiteindelijk op zaterdag moeten de jongens dat natuurlijk wel uh, gaan laten zien. En uh, men gaat dan te, te hard werken om uh, tot resultaat te komen. En dat heeft te maken met uh, soms een stukje zelfvertrouwen. Soms te graag uh, willen laten zien dat je je best wil doen. Nou, dat moet er een beetje uit. Je moet vrijer in je kop zijn. Je moet gewoon dat doen waar je goed in bent en, uh, en de afspraken nakomen. Ja, daar, daar wilde ik het juist net over hebben, want bij Radio Nuusbeet zeggen ze altijd. En dan gaan we nu over naar de verslaggever in Ermelo. Bij Klein Barcelona, zeggen ze dan altijd. Weet je wel, want ik heb het dan over Klein Barcelona, DVS. De manier van voetballen. En, en die manier van voetballen, dat zijn we een beetje kwijt, bed. Ja, maar dat heb ik in de rust ook gezegd tegen de, vooral de middenvelders. Die, die gewoon te lang in balbezit blijven voordat ze een keuze maken om door te voetballen. Eh, als je de trainingen ziet, dan is het max één, max twee keer raken. En eh, vervolgens zie je in wedstrijden dat we te lang wachten met, met eh, de balverplaatsing. Eh, niet door durven voetballen. Maar we wachten elke maand totdat we in het duel komen. En dan maken we pas een keuze. En dat was vooral de eerste helft zichtbaar. De tweede helft was dat een stuk minder. Dan gingen we veel eh, sneller al. Vooral via Soufian en zijn zoeken om er doorheen te komen. Nou, dat moet, dat moet al veranderen. Vanaf minuut 1 gebeuren. Je moet een bepaalde flare uitstralen. Hoog tempo hanteren. En dan gaat het ook nog wel eens fout. Maar uh, nou, we hebben niet gezegd dat ze minder moeten gaan voetballen. Alleen, uh, nou goed, dan moeten we nu weer uh, door de week aan werken. En ik, ik snap natuurlijk dat het gemis van uh, Benjamin de Roumillon uh, super duidelijk is. Uh, met name uh, vind ik zelf ook uh, dat hij heel lastig kan zijn bij het uitverdedigen van de tegenpartij. Die tegenpartij die krijgt nu alle tijd om uit te verdedigen. Nou ja, het is zo dat, we, dat Benjamin natuurlijk een jongen is die ook bij balverlies uh, ontzettend. Uh, Bezig bezig is en uh, heel vaak een bal veroverd. En daarachter hebben we nu een paar jongens die wat minder goed zijn in de voortchecking. Nou, daar, daar moet je je bewust van zijn. Uh, ja, en Benjamin is natuurlijk ook een jongen die vanuit zijn creativiteit een mannetje weet te passeren. Anderen weer heel erg bezig houdt, waardoor de ruimte komt voor, uh, voor een pilon. Nou, daar hebben we heel lang uh, succes mee kunnen behalen. Nu is dat niet zo. Nou, dan moeten andere jongens maar opstaan. En uh, dezelfde energie die Benjamin altijd in de wedstrijd ligt, die moeten hun maar uh, opbrengen. En dat is niet altijd even makkelijk. Ik, ik zit me even scorebordjournalistiek. Ik zit me suf te piekeren over hoe we het alsnog gaan redden. Ja, we hebben natuurlijk te maken met Noordwijk, die kampioen wordt. Maar dat, ook dat is niet zeker. Quick Boys, die waarschijnlijk tweede wordt. En dan, en dan wij als derde. Valt er dan ook nog wat te winnen? Uiteindelijk valt er wat te winnen. Maar het is natuurlijk heel belangrijk in de derde periode dat we, dat we zelf bovenin mee gaan draaien. En die valt nog te winnen. Derde, derde plek is inderdaad. Kan ook nog goed zijn voor de, voor de derde periode. Alleen ja. Um, we zitten niet in een positie dat we het zelf in handen hebben en uh, dat voelt niet goed. Dat voelt niet goed. Um, maar dat gaan we zaterdag uh, omdraaien tegen AZH uit uh, Hendrik-Udo Ambacht. Daar hebben we hier uh, een fantastische tweede helft tegen gespeeld. En daar beginnen we gelijk mee in de eerste helft, uh, Bert, of niet? Ja, dat zoals altijd, Piet. Natuurlijk gaan we weer voor de winst. ASWA zit in, duidelijk in een sterke periode. natuurlijk. Nou, dat, dat zal ons ook helpen. Want uh, ASWA is gretig om, uh, om van ons te winnen. Nou, dat is prima, dan gaan we zelf mee in het ritme. En, uh, het zijn altijd hele boeiende partijen. Vorig jaar ging het een klein beetje anders natuurlijk na een kwartier om met een rode kaart. Nou, dat moet je nu zien te voorkomen. Uh, maar het belangrijkste is dat, dat de jongens uh, lekker fris in het kopje blijven. En uh, vooral uh, blijven voetballen zoals het hoort. En uh, daar gaan we deze week uh, onze tijd aan besteden.